En hallo allemaal, hier is Marco Tim en welkom terug bij een nieuwe episode van Let's Mod. En wat we vandaag gaan doen is, misschien dat jullie het al kunnen zien, ik ben al een beetje aan het kijken wat er allemaal nieuw is in Block Class en de Blocks Class. Want wat wij gaan doen is een generic block toevoegen. Wat een generic block? Dat is een blok wat we, een class, een blauwdruk dus, wat we voor meerdere dingen kunnen gebruiken. Zie het maar als een soort van template. Een ding wat we altijd opnieuw kunnen gaan gebruiken als basis. Dus een beetje een basisblok. Wat elk blok voor ons altijd nodig heeft. Zeg, we gebruiken dus dit, deze class gebruiken we dus alleen wanneer we een fancy blok willen toevoegen. Voor een decoratieblok. Het gaat nog niks op zichzelf doen, maar dit is de basis van elk blok. Nou, normaal, heel wat mensen kiezen voor I en dan blok. Of, wat is het? T en dan blok. Wat ik zelf doe altijd is mijn eigen initialen, dat is MKT. Zoals misschien jullie kennen. MK, Maker, Tim. En dan doe ik blok erachter. Dat vind ik makkelijker. Dat doe ik voor mezelf. Als jullie denken van Tim, ik doe altijd gewoon, zeg ik heet Floris, dus ik doe altijd FL voor. Weet ik het wat? Dat kies je zelf voor. De meeste mensen doen, als ze in grote teams zitten, doen ze alleen maar I's. Ik doe MKT, vind ik makkelijk. Net zo makkelijk. En wat is, dit is dus weer een... Een class is, gebruiken we meestal als een blauwprint. Wat voor blauwprint wordt dit? Dit wordt een blok. Nou, hoe leren wij in Minecraft dat dit een blok is? Extends blok. Ik heb een heel leuk, weer dat reference verhaaltje. Je moet wel van net.minecraft nemen. Dus net.minecraft.blok.blok. Hoe zien we dit? Hoe moet je dit eigenlijk zien als we eventjes met een huisbouwer weer gaan noemen? Zeg, we hebben een standaard, nou wat zullen we zeggen? Zeg, we hebben een standaard toilet. En dat toilet, dat noemen wij blok. Zeg, wij willen een badkamer maken. En dat maakt dus gebruik van blok. Dus van het toilet. Zeg, onze badkamer heeft standaard een toilet. Dus wat wij hebben is, wij maken een badkamer. En die heeft altijd standaard de dingen van een blok. Dus van een toilet. Badkamer heeft altijd die dingen van het toilet. Sorry, ik zit te lezen en te denken door elkaar heen. Dus dat is, zo werkt dit. Wij zeggen, onze badkamer maakt gebruik van een toilet. Want dat heeft die standaard. Dus nu moeten we zeggen van, hé, we gaan dingen toevoegen. En dat is dus, dat is iets, zo. Waarom is het protected public? Wat we gaan doen is, zo even opruimen. We gaan zeggen, wat heeft ons blok standaard nodig om snel een blok toe te voegen? Nou, ik ga er eventjes iets sneller doorheen. We hebben een string nodig, dus een tekstbestandje, en dat is name. Dus de naam. We hebben een string nodig, en dat is de OR dictionary. Daar kom ik straks op terug. Typ het over. Dan heb je je materiaal nodig. Die noem ik even mat. Material. Vervolgens heb je een string voor de texture nodig. De boolean... Creative tab. In creative tab. Zo. En dan als laatste nog een boolean. Ja. En dat used for beacons. Zullen we dat doen? Ja, we gaan het doen. Voor de makkelijkheid, used for beacon. Oké. Dus allereerst een blok. Dus een toilet heeft standaard nodig. Heeft hij bijvoorbeeld water of zo? Weet je wel, dat hij heeft een blok heeft standaard nodig wat voor materiaal die is. Dus die gaan we eventjes doorspelen. Als je ons blok aanmaakt, moet je op zijn minst altijd deze gegevens meegeven. Nou, het is altijd een lange string. Een blok wil alleen maar, dus het blok zelf, hoeft alleen maar te weten wat voor materiaal die is. Nou, ik wil ietsjes meer altijd weten. Dat vind ik mooi voor mezelf. Als references. Dus allereerst public string naam. Private boolean is B. String naam is leeg standaard en is vals. Just for the to be sure. Dat het nooit nul kan zijn. Wat we gaan doen is namelijk zeggen. Is als we een blok aanmaken. Dat de bloknaam is, dus set bloknaam. En dat hebben we dus genoemd name. Dus als we dit ding aanroepen, dan moeten we de naam meegeven en die gebruiken we dan vervolgens als bloknaam. Als wij in creative zijn,
Ik ga het een beetje. Ik neem niet de volgorde van deze aan hoor. Ik doe het een beetje door elkaar heen. Als we in creative zijn, dus in creative tab. Als dat waar is, dus als wij gezegd hebben, ja, je mag een creative tab. Dan zeggen we this. Oh, this dat. Set creative tab. En voor nu doen we creatieve ta oh, tabs. Punt tab. Wat kunnen we hem inzetten? Tools. Ik doe maar eventjes in transport voor nu. Aangezien we nog geen eigen creative tab hebben. Komt later. Althans misschien aan het einde van deze episode als ik tijd overhoud. Maar voor nu doen we het eventjes nog niet. We doen het gewoon eventjes de standaard manier. Tab transport om te kijken of het werkt. Het volgende wat we doen is voor het blok zetten we de bloknaam. Dus set blok texture name. Texture name, ja. Zo. Wat we hierin doen is dan dus onze let mod.texture. Zoals ik al eerder zei, vorige episode hebben we hier een dingetje gemaakt, texture. Voor de assets en dergelijke. Altijd in kleine lettertjes zeggen we hebben de let mod mkt van gemaakt. Bijvoorbeeld, zeg we hadden dit met hoofdletters gedaan. Ik had het voor deze keer niet gedaan. Zeg we hadden het gedaan. Dan heb je dus hier altijd een versie die kleine lettertjes heeft. Eigenlijk is deze texture altijd de mod ID, maar dan met lage kleine letters. Maar voor nu, hè, voor het makkelijk te maken voor de tutorial. Zo. Het we allemaal snap zelf doen en dan texture. Deze dubbele punt is cruciaal dat je dat zo doet. Dus je doet de texture. Het is eigenlijk je mod ID met kleine letters. Dubbele punt en dan de texture name. Dat is hoe het nieuwe 1.7 systeem werkt voor textures. Dus mod ID met kleine letters. Dubbele punt en dan de texture naam van je blok. Zo kunnen we zeg maar nooit meer dezelfde texture over elkaar heen gebruiken. Zeg mijn mod die gebruikt de texture dirt en jouw texture gebruikt dirt en Minecraft gebruikt dirt. Dan hebben we allemaal een eigen versie van dirt. We hoeven niet per se dezelfde te hebben. Zeg we willen dezelfde. Zeg ik wil per se die van Minecraft gebruiken. Dan doen we hier Minecraft dubbele punt. Want dat is Minecraft's mod ID. Maar voor ons, wij gebruiken gewoon onze naam. Vervolgens zeggen we eventjes this.name. Want ik wil die graag altijd opslaan. Is name. Ik gebruik hier naam en name, is niet helemaal netjes. Dus laten we dat ook eventjes opruimen. Zo. Laat ik dat trouwens even voor mezelf op. Oh, dat heb ik goed gedaan. Oké. Ik wil zeggen. Vervolgens slaan we ook meteen op is b. Dus is beacon base. Is used for beacon, whatever. Dus, oh, this.used for beacon. Oh. Use. Hey. Oh, is b natuurlijk, sorry. Is B is used for beacons. Overigens, als je Ctrl en spatie doet, dan krijg je dit minuutje onder beneden naar beneden en dan kun je hem selecteren. Mensen zeggen de hele tijd, Tim, moet je dat doen, dan moet je dat doen. Ik ben bang dat ik te snel ga voor mensen of dat ze de snelkoppeling niet kennen. Zeg, je doet gewoon deze punt en dan wat je wilt. Ook vind ik de autocorrect niet altijd helemaal correct werken. Vervolgens gaan we nog iets toevoegen. Daar kom ik straks op terug. En nadat we dat gaan doen, doen we als de OR dictionary niet 0 is, want we hoeven niet altijd in de OR dictionary. En de OR dictionary is niet leeg. Dus zeggen wij OR dictionary punt register OR. Dus even kijken, register, ja, or. En dan zeggen we blok. Dan zeggen we ordic. En dan zeggen we this. Zo. Wat de or dictionary is, is een, ja, eigenlijk gewoon een hashmap, een map, met een naam en een nummer. En dit is echt gewoon, hey, als jij ooit dit gebruikt, dan dat en dat en dat. Wat is dit trouwens? Unqualified to list when possible 1.8. Oké. Okay. Zeg maar, zeg wij hebben hier vier verschillende soorten hout. Hout, 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 hout. Dat willen we graag altijd, zeg maar, opslaan als, hey, wij willen graag de wooden slab, de log, de. Zeg alle logs die worden opgeslagen als log wood. Zeg wij voegen onze eigen versie van wood toe, dan kunnen we dat toevoegen. Het is een beetje, ja, een. Als we een recipe gebruiken,
Of we nou planks gebruiken of niet, wij willen dat altijd werkt. Dus daar hebben we, voor mij heeft Microforce, hebben ze dat gefixt voor ons. Dat ze een Ore Dictionary hebben. Het is een makkelijkere en mooiere manier dat we shit kunnen toevoegen. Dus ja, het werkt beter goed. Het werkt echt fijn. Dus zeg je hebt wood, dan kun je meteen alle woods gebruiken. Voor je chest te craften. Niet dat je allemaal dezelfde kleur wood nodig hebt. Zoals bij fences tegenwoordig. Het is een mooie manier. Ga er maar vanuit. Ore Dictionary is heel fijn. Als we het gebruiken. Nu komt er een klein stukje. En eventjes zelf goed doen. Goed voorbereid. Hashtag goede YouTuber. Zo. Zo. De R. We gaan eventjes een reference class maken. En ik moet hem eventjes goed zeggen. Een reference class maken. Een reference class is. Oh, zeg ik het? Spel ik dit goed? Ben zo goed met het spellen altijd. Reference. Andere optie. Reference is zeg maar een plek waar we alle dingen opslaan. Zeg waar we hebben laten, hebben we in onze code ergens dit soort dingen nodig. Zoals. Waar we dit blok gaan opslaan, waar we voor recipes moeten we de blokken ergens opslaan, dat we ze kunnen gebruiken. De creative tab gaan we hierin opslaan en dingen om makkelijk bij te kunnen komen in code, om ze op te kunnen slaan, zoals textures en dat soort dergelijke, dat slaan we hierin op. Dus ja, laat ik hier beginnen. Hier maak ik namelijk een method aan, public static void. Het blok. Zo. En dan zeggen we blok PL. En dan zeggen we game registry. Zeg ik dit goed? Bijna. Registry. Kijk, game registry. Punt register blok. En wat we dan doen is blok. En blok dat get. Oh. Oh, wacht, we zijn in het BL. Laten we gewoon blok noemen. Blok. Laten we het consequent doen. En dan. Oh, dat vond hij niet lief. Ja. Blokpunt. Ja, sorry. Get unlikeliest name. Zo. Dus wat we nu hebben gedaan is, we voegen een blok. Als we een blok toevoegen. Even zeggen, ik wil graag dit blok toevoegen. Zo. Register dit blok in de Minecraft. In de game. Voor mij is het ja. Dus voeg hem toe in de game. Het is niet al te moeilijk. Maar het moet wel gedaan worden. Wat ik dan doe in deze class. Om het iets mooier te maken. Is dan public. Public. Void register. Oh, open haakjes. En zeggen we reference.addBlock this. Dus een kleine manier zodat we maar één keer deze method aan hoeven te roepen en dan registreert hij hem. Vervolgens gaan we ook nog een klein dingetje doen. Is dan dit hier aanroepen, register. Dit doen we dus voor de Ore Dictionary. Kunnen we al zeggen, hey, registreer mij. Dat was voor mijn moeder zelfs in deze volgorde. Dat las ik ergens online. Vervolgens maken we ook nog eventjes een public. Bo Lea. Wacht. Doe het gewoon zo. Is Beacon Base. Is Beacon Base is een method in Minecraft. En dan kun je kijken of een blok een Beacon Base is. Het is zo erg silly om te zeggen. Maar we kunnen dus kijken. Hey, ben ik een Beacon Base? Nou, over het algemeen is dat iets opzoeken. Dus is het een emerald blok, een gold blok, een diamond blok of een iron blok? Zegt het true. Nou, dit gaan we natuurlijk een beetje. Wij willen zelf beslissen of wij beacon base zijn. Dus wij zeggen gewoon XB. En XB, als we dat goed hebben gedaan, betekent dat used for beacons. Oftewel, wij zeggen nu van tevoren zijn wij voor beacons gebruikt, ja of nee. Dus kunnen we ons blok toevoegen voor een beacon. Right. Als je het niet begreep, don't you worry. Het is niet al te moeilijk. Gebruik het zo als dit is. Dit is zeg maar van mijn eigen mod. De basis van hoe mijn ding eruit ziet.
Ik zou eventjes hier een blok toevoegen. Dus zeg ik het goed, ja? Public static blok first blok. Blok. En slaan we dan hier op. Wat we hier doen is dus, hier slaan we alle blokken op. Maar hier initialiseren we ze niet. Hier slaan we ze alleen op in het computerstukje RAM. Hier zetten we niet in definitief. Het is. Ik hoop dat je het begrijpt. Dat je dingen kan. Dat je begrijpt zoals ik het wil zeggen. Wait. Registerblok. Bla bla bla. Ach, whatever. Sorry, ik zit even afgeleid. Ik wil kijken hoe dat werkte. Dus. We gaan naar de proxy. De common proxy. Voor de mensen die het trouwens nog niet helemaal begrepen. Common proxy is wat altijd wordt geroepen. Ben je nou een server of een client? Common, oftewel vaak voorkomend, dus altijd doen we dit. En client, dus wanneer we het gaan renderen, dat is waarschijnlijk pas bij hier. Heb ik registers. Ben er even vergeten. Oeps. Register tiles, zo. Dus wanneer we met de tile entities gaan werken en gaan renderen, dan komen we hier doorheen en dan komen we daar op een punt dat we niet meer verder kunnen. Voor nu eventjes, we registreren een blok. Dus we gaan naar reference. Oh, bijna goed gespeld. Reference.addblok. Nee, oeps. Veel. Reference.firstblok is nieuw. MKT-blok. Zo. Oké, zo. En importeren we die. En dan zegt hij: hey, ik mis dingen. Nou, als we naar declaration gaan hier onderin, dan staat er wat we hebben wij nodig. Dus allereerst een string en dat is de naam. Nou, de naam van het blok is ik kan heel goed typen. First blok. De or dictionary, die laten we 0. Die gebruiken we nu eventjes niet. Kan gebruikt worden, maar hoeft niet. Materiaal.. Nou, zullen we iron nemen voor nu? Mag je gewoon een random material punt en dan kies een random woord die je leuk vindt. Even kijken hoor. String texture. Die doen we eventjes first. Zetten we in de creative tab true. En use for beacons, waarom niet true? Gewoon om te laten kijken dat het werkt. Gewoon. Even showen dat we het kunnen. Sorry, moest eventjes. Dus. Wat we moeten doen is toch in de assets.lang. Ho. Moeten we eventjes openen in text editor. Zeggen we straks hoe het blok heet in Minecraft in de language. Ik run hem eventjes. Laten we zien of ik het goed heb gedaan. Hopelijk geen errors. Come on. No errors. No errors die van mij zijn. Good boy. Oh, ik zag een error. En dit is. Ik mis een texture. Oké. Laten we dat ook eventjes fixen. Eventjes een texture van mijn andere projectje jatten. Zo. Main resource assets. Textures. Blocks. Nou. Heb ik een blok? Ja, ik heb de or. Dus waar gaan we die neerzetten? Dus die zetten wij in. Slash textures. Textures. Blocks. Blocks. En kopieer eventjes een bestandje. Het is gewoon een PNG bestand. Kun je openen. En oh. Ja, maar whatever. We plakken er gewoon eventjes een zwart dingetje overheen. Dit is ons blok. Fuck it. Heel super. Nou, zullen we ietsjes fancier maken dan we. Super fancy blok. Ik denk dat iedereen dit blok wilt in Minecraft. Echt zo fancy. Doom Jaap gaat er sowieso mee bouwen. Ons hele huis. Je weet het zelf. Minecraft kan niet over deze texture fanciness heen. Maar. En die noem je dan first. Dus hier staat ook first.png. Dat hebben we ook zo hier genoemd als texture vak. Dus wat dat betreft werkt alles. Waarom doe ik trouwens het texture pak en first? De texture naam hier en die apart. Heel simpel, zeggen we maken nu een tweede blok. Die mag dezelfde texture hebben. Maar die gebruiken we ergens anders voor. Dan werkt dit wat mooier. Geloof me, het werkt mooier.
Punt, klaar, uit. Geen gemaar. Kunnen we het zo... trouwens, als je met je textures speelt, zoals ik deed, ga Options, Resource Packs en klik op Done. Done, nee. Dan zul je als het goed is zien... Wacht even. Clear de log. Clear de console. Resource Packs ook. Heb ik iets fout gedaan? POC. Let's mod MKT. Textures. Let's mod MKT. Ik denk dat ik een spelfout heb gemaakt. Copy. Refactor. Let's mod MKT. Eens kijken, heb ik een spelfout gemaakt? Nee. TEXT. TXT. Voor mij heb ik hier een fout gemaakt. Tex. Tex. Tures. Oeps. Oeps. Eens even kijken. Laten we die eventjes fixen. Textures. Refactor. Rename. Textures. Zo. Refactor. Rename. Textures. Zo. Mijn fout. Ik ben heel goed met derpen met texture namen. Maar als je het goed hebt gedaan, krijg je geen errors meer. Ik start eventjes let's mod wereld op. In creative mode, want we hebben als het goed is gezegd dat we in creative mode onze tab kunnen zien. Want eventjes langzaamaan de wereld maken, geen probleem. Wow. Lekker langs een muur. Dat zou leuk zijn voor UHC. Zo. Naast hem. Midden op de berg. Als het goed is dat ik hem bij transportation. Zul je onze beste awesome blok ooit zien. Zoals je ziet heet hij. Oh. Zie je? Onze texture. Zoals je ziet. Oh. Heet hij nog tile.firstblock.name. Nou. Als we dat eventjes hier doen. Zet ze even naast elkaar. Tile.firstblock.name. Hoofdletters. First blok.name. Oh, en dan zeg je is first blok. Wat dit doet, is een naam geven voor het Engelse. Zeg je maakt hier NL underscore hoofdletters NL.lang van. Dan kun je het ook nog een keer een Nederlandse naam geven. Misschien leuk om te doen. Zo niet, dan doe je het niet. Dus nogmaals, resource packs, done. Dan herlaat hij eventjes al onze resources. En als het goed is, heeft hij nu first block. Kijk. Hebben we nog meer te doen? Eigenlijk niet, hè? Dus zo zie je onze super smooth texture. Ik weet niet of jullie het mooi vinden. Ik vind het echt niet mooi blok. Maar hey, het werkt. Ik bedoel, het is een beetje leuk. Het is leuk om te zien zo. Ik denk niet dat het ooit ook maar iemand het zou gaan gebruiken. Maar hey, voor dezelfde geld. Iedereen zijn eigen mening hiervoor. Iedereen zijn eigen. Hoe noem je dat? Iedereen zijn eigen. Iedereen zijn eigen mening. Ik ga even kijken. Hoeveel minuten zitten we in? 23 minuten. Oké, ik ga nog eventjes dan heel snel een creative tab voor ons aanmaken. Zeker aangezien het zo weinig is. Allereerst, we zeggen weer eens in onze reference. Reference. Zeggen we public static. Creative tabs. Crea tab. Je mag het zelf noemen zoals je wilt. Zoals ik al zeg, create tab. Creatieve tabs. Hopsakee. Creative tabs. En die noemen we create tab. In de common proxy. Ja. Want de server moet ook weten welke creative tab die voor het laatst is geopend geweest. Want dat slaat hij op in de server. Welke creative tab je zit. Dat doen we dan in de initialisatie. Bovenaan de initialisatie. Denk ik. Ja, dat doen we bovenaan de initialisatie. Fuck it. Zeggen wij reference. Oh, bijna goed. Reference. Punt createtab is nieuw MKT creatieve tab. En dan nog een naam. Dat noemen we dan. Even kijken. Design. Let's mod. Let's mod.
Oh ja, we moeten natuurlijk. Ik zit al helemaal van Macintim Tab te doen. Dan moeten we ook nog een nieuwe class maken. Dus weer een. Oh, niet een interface. Nieuw class. En dat is dan MKT Creatieve Tab. Creative, ja. Creative Tab. Moeten we importeren eventjes hier. Yeah. En wat we vervolgens zeggen is dit extends creatieve tabs. Creative tabs. Oké, dan zegt hij help, ik mis dingen. Geen probleem. Een int en een string mis jij. Ja. Yeah. Whatever. Dus int i en string name. Zo. Even opruimen. Super. Even kijken. Creative tabs.get next ID. En een name. En die krijgen we dan uit onze name. Zo voor i niet meer te gebruiken. Hoppakee. Het implemented methods. Hebben we dan nog eventjes. Dat is de get the icon tab item. Ja. En hierin geef je dus aan wat voor icoontje je wilt. Zullen we dat dynamisch maken door dit te zeggen item itm en zeggen wij hier zo public gaat daar ook nog even de naam hier op staan public string naam en die standaard leeg public item item is ook standaard leeg zo. Dus zeggen wij vervolgens naam is name. Oh, heerlijk weer. Name Tim houdt this.name. This.item is item. Dus we slaan die twee dingetjes op. Kunnen we item een. Nee, we kunnen niet de standaard geven. Die mag gewoon nooit nul zijn, anders krijgen we errors. Even kijken. Get tab icon. Super implementatie. Dan moeten we ook nog eventjes een site only eroverheen doen. Daarom ging ik eventjes daarheen. Wat betekent site only? Dat betekent. Oh. Ik ben heerlijk bezig. Site only betekent dat we alleen maar. Dus de client dit hier iets af hoeft te weten. De server hoeft en mag niks van de tab icon weten. Dus dan moeten we eventjes nog client only erbij doen. Klein detail, krijg je anders een error van. Of de server doet onnodige dingen. En vervolgens zeggen we hier item. Zullen we hier trouwens wel standaard voor geven. Items.cookie. Gewoon, mocht er een error zijn met onze code, dan neemt hij cookie. Cookie. Even kijken, wat hebben we nog meer nodig? Een get translated tab label. Zo. Dat is een leuke. Wat dit doet is dus onze creative tab een naam geven. En voor mij zit standaard 0 of zo. Wat is dit? Itemgroep. Bla 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 bla. Maakt me niet uit. Wij doen gewoon name. Bam. Wij doen niet moeilijk. En dan vervolgens nog get. Oh. Get tab label. Hetzelfde verhaal. Name. Dus wat we doen, we maken een nieuw tab icoontje aan. En dat wordt gehaald vanuit het item. We krijgen vervolgens een tab label. Die noemen we gewoon name. En dan ook nog een keer de translated versie in de tab label. Fuck it, gewoon allemaal naam noemen. Doen we niet moeilijk over. Want dat is allemaal overbodig werk. Dus die moeten we ook nog vervolgens een item meegeven. Item, vond ik leuk vandaag. Items. Nou, zullen we zeggen placerot. Hoppakee. En dan niet vergeten in onze blokclass nog te zeggen. We gebruiken niet meer de creative tab van Minecraft. Maar van reference. Creative tab. Zo, want daar slaan we uiteindelijk deze creative tab in op. Via de proxy. Het is een klein beetje een omweg, maar hey. Uiteindelijk komen we er. Ik sluit nog even Minecraft af. Dit moeten we wel voor afsluiten. En dan hebben we alweer een generic blok toegevoegd. En een creative tab. We zijn goed bezig vandaag. Woe. Zo, geef me Minecraft. Hopsakee. Let's mod.
Dus als we nu naar Creative Tabs gaan, krijgen we een tweede pagina. Let's mod. En daar staat ons first blok in. Alles is gewerkt zoals het moet werken. Yay! Dus ik ga zeggen bedankt voor het kijken naar deze episode. Laat een groen duimpje achter als jullie het is gelukt. Als jullie vragen hebben, stel ze altijd nog in de reacties. Ik probeer ze zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te beantwoorden. En anders zie ik jullie gewoon weer de volgende keer weer. Dus dit was Marco Tim. En tot de volgende keer. Doei doei!